Zo, welkom op de persconferentie na deze wedstrijd tussen Agent en Charleroi. Monsieur Mazou, un match très physique. Et quel suspense se termine à 2-2. Votre analyse de ce match, s'il vous plaît. Mais si on regarde le nombre d'occasions que la Gantoise s'est créée, si on regarde le nombre d'occasions que Charleroi s'est créé, si on regarde la qualité technique que la Gantoise a déployée aujourd'hui et les quelques paires de balles que nous on a eues, le fait qu'on ait manqué à certains moments de conservation de balles et qu'on a donné le ballon trop vite à la Gantoise, je ne vais pas vous dire que le match nul est mérité. Après, quand on vient prendre un point à la Gantoise, avec la générosité qui nous a manqué la semaine passée et qu'on a eu aujourd'hui, avec l'état d'esprit que les joueurs ont eu, et revenir à la 92e ou à la 93e minute, alors que tout semblait dit pour tout le monde, je pense que pour ces paramètres-là, le point il est entièrement mérité. Pour la générosité, pour l'état d'esprit, pour l'envie que les joueurs ont affichée, pour le fait qu'ils n'ont pas lâché, qu'ils y ont cru jusqu'au bout du match. Et je leur avais demandé, avant le match, en connaissant la qualité de cette équipe de la Gantoise, la qualité technique, la qualité tactique qui est imprégnée par leur entraîneur, que si on voulait repartir avec quelque chose aujourd'hui, on devait s'imprégner du match de l'Allemagne contre l'Irlande, avec une grosse nation qui est l'Allemagne et que je la compare à la Gantoise, et une nation moyenne qui est l'Irlande et que je la compare à Charleroi. L'Irlande a eu du cœur, ils ont eu de l'envie, même en étant couchés après des tacles, ils couraient encore. Je pense que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, en ayant à certains moments plus défendu qu'attaqué. Mais pour cette générosité, je pense que le point il est mérité. Merci, monsieur Mazou. Hein van Haasbroek, jouw collega zegt het, de wilskracht heeft hen over de streep getrokken om toch nog gelijk te maken. Ging het dan fout bij Gent, doordat er niet genoeg concentratie meer was op het einde? Jouw analyse van de wedstrijd? Ik denk dat, ik kan volledig zijn uitleg begrijpen, hè. Als je met veel overgave speelt en je pakt de punten extremis, dan ben je daar tevreden mee. Van onze kant denk ik dat wij heel goed gestart zijn en dat er veel beweging in zat. De balcirculatie was vrij goed. Creëerde misschien iets te weinig kansen in de eerste helft, maar dat heb je vaak als je tegen een ploeg speelt die met zoveel overgave speelt. Dan is dat meestal voor 60 minuten goed dicht en dan is het moeilijker om kansen te creëren, maar dan weet je dat die wel zullen komen in het laatste half uur. En dat is hetgeen wat er ook gebeurd is. Ik denk dat we de tweede helft nog veel meer gevaar gecreëerd hebben, nog veel meer kansen hebben gecreëerd. Alleen blijft onze non-efficiëntie toch nog altijd ons part te spelen. Vandaag moet je meer dan 2 keer scoren en dan ga je deze wedstrijd altijd winnen. Voor de rest nog maar eens op achterstand, op het moment dat ze eigenlijk nog bijna aan ons 16 niet geweest zijn. Dus ja, dat mag ook wel eens stoppen. Want dat kost altijd enorm veel energie. Gelukkig hebben wij veel energie. Zetten wij dat terug om. En dan krijg je deksel op de neus. Omdat je op het einde jeugdzondes totaal uit positie gaat lopen. Je bent bezig om de match dood te maken aan de cornervlag. Dat wordt heel goed gedaan door de speler die dat in zijn zone doet. Dan krijg je de diepe spits die daar in de hoek komt helpen en dat ook goed doet. En dan krijg je plotseling nog een derde die helemaal van de andere kant ook even in die hoek komt. Dat is spelen met vuur. Hè? Want dan verliest hij ook nog eens de bal. Laat hij de tegenstander zomaar weglopen. En ja, dan kom je met mensen tekort. Want dan zit je daar met 3 of met 4 man in die hoek. En dat zijn jeugdzondes. Dit zijn zaken die eruit moeten. En dan moeten we slimmer worden. En dat heb je, denk ik, door 1 meer ervaring te hebben, op hoger niveau te spelen. En daarom mijn vergelijking deze week ook, dat wij nog niet die club zijn die al gewoon zijn van veel duels op het scherp van de snee te spelen. We moeten nog veel progressie maken. En dat is ons vandaag
al die dingen zijn ons een beetje zuur opgebroken. Dus niet alleen dat, hè, ook het feit dat we het niet afmaken, dat we de ruimtes die er liggen om dat derde doelpunt te maken, dat we die niet goed uitspelen. Want eigenlijk moet je 2-3 keer alleen voor de keeper komen en moet die match gespeeld zijn voor de blessuretijd. En ik doe iedere match 3 vervangingen, had er vandaag maar 2 gedaan. Dan was de wedstrijd misschien al een half uur, een halve minuut eerder afgefloten en was die gast er gewoon niet geweest. Dus alle nadeel, of is het, alle voordeel heeft zijn nadeel. Goed, we gaan het hierbij houden. Even afscheid nemen van de kijkers in het stadion. Tot de volgende thuiswedstrijd woensdag 29 oktober. Om 8:30 spelen we tegen Waasland Beveren.